Goedemiddag allemaal. Wat fijn om zoveel van jullie hier te zien, zowel fysiek en ik weet ook online wat mensen. Die kunnen wij niet zien en die missen ook de borrel later, maar dat is dan weer los, zoals we dat zeggen. Omdat het eerste programma is in een reeks van 4, wil ik graag wat toelichten voor we beginnen. Een reeks van 4 dit jaar en misschien wel meer als het goed gaat. Mijn naam is Jesse van Amersfoort. Ik ben docent moderne Europese letterkunde hier aan de Universiteit van Amsterdam en uw gastheer voor de middag. En ik organiseer deze serie samen met Aafje de Roes, die daar zit. Dag Aafje. En ik zal haar later verder introduceren. Er is nog even een extra opmerking. Heeft iemand een laptop waar een cd in kan? Want dat zou de avond zeer ten goede komen. Maar we weten dat het een beetje een out of the blue verzoek. Maar wie dat ineens bedenkt, daar zit de techniek. En anders doen we het zonder. De nieuwe literaire kanon, die enkele weken geleden bekend werd gemaakt, of die enquête daarover, benadrukte voor ons de waarde van deze serie. De auteur is niet dood. Dat is onze titel, onze naam. Nou, dat is hij. En ja, hij. Ja, die lijst was vrij mannelijk. Zeker in de hogere regionen. Zeker wel. Wie leest er van Multatuli nog iets anders dan Max Havelaar? Van Willem Frederik Hermans nog iets anders dan De Donkere Kamer van Damocles en of Nooit meer slapen? Van Reven de Avonden? Of, om bij ons onderwerp vanavond te blijven, van Vesalius iets anders dan De Idioot in het Bad en Afsluitdijk? Tegelijkertijd zien we ook hoe makkelijk het is om sommige auteurs die lang in de schaduw hebben gestaan, ik noem Anton de Kom bijvoorbeeld, de kanon weer in te krijgen of te laten stijgen. Een kanon verandert en bestaat bij gratie van het gesprek van de dag, van het gesprek dat wij vandaag voeren. Dus daarom is het alleen maar goed dat wij vandaag over Vesalius praten. Maar goed, we constateren vooral ook, de dode Nederlandse schrijver is wel heel erg dood. En daar willen wij tegenwicht aan brengen met deze serie. De auteur mag dood zijn, maar dat werk is het zeker niet. Wij willen dat werk bezingen, het lof toezwaaien, laten zien waarom het zo mooi is om het te lezen. Daarbij willen we voorbij de paar bekende werken gaan die hoog in de kanon staan. We willen het oeuvre in alle breedte en alle diepte verkennen. Biografische gegevens staan voor ons in ieder geval in eerste instantie meer op de achtergrond. Onze aandacht geldt het oeuvre. En dat past ook vrij goed bij Vesalius, begreep ik al van Maaike. Dat doen wij specifiek vanuit ons nu, vanuit 2022. Welk leesplezier verschaft het werk ons nu? Onze middag is geslaagd als jullie met z'n allen, over zeg anderhalf uur, de arme medewerker van Atheneum helemaal achterin belagen, haar jullie geld overhandigen en met tassen vol boeken voldaan weer naar huis keren. Wees gewaarschuwd, zeg ik tegen Jetske achterin. Terug naar vandaag, of ook okay, naar nu. M. Vesalius is niet dood. Ook al publiceerde ze tijdens haar leven slechts een drietal bundels, M. Vesalius, het pseudoniem van Margaretha Drooglever Fortuin Leemans, is een van Nederlands meest geliefde dichters van de 20e eeuw. Een eeuw die ze met haar geboorte in 1909 en haar overlijden in 1998 ook zo'n beetje omspande. Ik noemde al de gedichten Afsluitdijk en De Idioot in het Bad. Twee bekende gedichten, allebei uit haar debuutbundel Parken en Woestijnen uit 1940. Maar er is zoveel meer. En mocht u daar nog aan twijfelen, dan gaan we jullie vandaag van het tegendeel bewijzen. In 2011 verscheen een goed ontvangen biografie van Maaike Meijer hier aanwezig. En ons leek M. Vesalius een mooi begin voor deze serie. En wij beginnen elke keer met een creatieve ode van een jonge, een hedendaagse schrijver aan de schrijver wiens werk centraal staat. En we zijn zeer verheugd te mogen aftrappen met Simone Atankana Bekono. Dichter, schrijver, columnist bij de Volkskrant ook tegenwoordig. En binnenkort, is het nog nieuws eigenlijk? Zeg maar, komend jaar gastschrijver bij de Universiteit van Amsterdam. Dus iemand die wij nog vaak zullen zien op de burelen van de universiteit. En dat is heel fijn. U kent wellicht haar bundel Hoe de Eerste Vonken Zichtbaar Werden. Die ligt hier op tafel. Die werd bekroond met het Charlotte Keuler stipendium. Of de roman Confrontaties, die staat daar. Die op de shortlist stond van de Librisprijs. En ook werd bekroond met de prijs Beste Boek voor Jongeren en de Anton Wachterprijs. Simone, the floor is yours. Hallo. jij zei creatieve ode.
En nu denk ik, bedoel je dan dat ik een gedicht van Vazalis voorlees of uit mijn eigen werk voorlees met het linkje naar Vazalis? Oké, sorry. Ik dacht even voor de zekerheid, voor ik hier het hele programma verpest. Goedenavond allemaal. Ik ben Simone dus. Ik ga een hoofdstuk voorlezen uit Confrontaties. Voor wie het boek nog niet kent, het is een boek dat gaat over een jong meisje genaamd Salome Atabong. Dat in Brabant opgroeit en op de een of andere manier in een jeugddetentie terechtkomt. En de scène speelt zich af op haar eerste verlofdag. Mijn eerste verlofdag valt op een woensdag. Ik mag naar de bibliotheek in de stad met Savannah. Hoewel het 3 maanden geleden is sinds ik hier naar binnen liep, weet ik precies hoe ik mijn geplastificeerde kaartje aan de bewaker moet laten zien. Welke poortjes we door moeten. Hoe lang we moeten wachten tot de ene deur sluit en de andere weer open gaat. Ik zou hier zin in moeten hebben, maar guess what? Savannah brengt me naar de hekken en als de grote voordeur van het detentiecentrum achter ons dichtvalt, kijk ik omhoog, naar de bewolkte lentelucht. We lopen samen het terrein af. Hoewel Savannah voorstelt om de bus te nemen, wil ik lopend naar de bieb toe. Het duurt een half uur voor we er zijn en ik probeer te genieten van de vrijheid die ik in de spieren van mijn bovenbenen voel. We lopen door een woonwijk heen en dan richting het centrum. Het voelt alsof ik bekeken word. Ook al ben ik verdrietig en kijk ik omlaag, naar de straatstenen waar mijn afgetrapte gimpen opstappen in plaats van naar de mensen. Ik denk, zouden ze het aan me zien? Savannah loopt naast me en dan weer achter me en wijst me waar we links of rechts af moeten slaan, waar we oversteken. We zijn heel trots op hoe je je hebt ontwikkeld, zegt ze, hoe je bent gegroeid. Ik nies omdat de pollen in mijn neus kietelen en zeg dankjewel. Een oude vrouw op een fiets neemt langzaam een bocht en ik wil zo graag op een zadel zitten en langs het kanaal bij het dorp rijden tot ik bij het punt aankom waar het in de rivier uitmondt. Als we bij de bieb aankomen rook ik eerst een sigaret. Heb je er zin in? Vraagt Savannah. Ja, zeg ik, ontzettend. Marissa vertelde dat ze de eerste keer alle moeite moest doen om niet in de eerste de beste stadsbus te springen en op de vlucht te slaan. Hoe erg ik ook uitkeek naar deze dag, sinds Marissa met de begeleiders heeft gevochten, sinds haar vertrekdatum dichterbij komt, maakt dit hele uitstapje me niks meer uit. Er is iets heel erg kapot. We lopen de bieb in en het is stil, op die fijne manier die ik nog van vroeger ken, als Mirjam en ik met mama op zaterdagen gingen en ik daarna alleen. Eerst de leestafels en de tijdschriftrekken, dan de rijen en rijen aan boeken. Kinderboeken, spanning, archeologie, vertaald, Engels. Ik weet niet eens welke titels ik op wil pakken. Ik zie een rij kruimeltjes staan. Bij de poëzie staat een dun boek met het omslag naar me toe alleen op een plank. Vazalis. Volgens mij heeft mama iets met Vazalis. Ik pak het boekje op en blader door de gedichten. Savannah leunt tegen een kast en kijkt naar me, alsof ik een acteur ben en zij mijn publiek. Ik loop verder en kijk naar de kaften met lege wieltjes, met lege wiegjes, silhouetten op straat, dansende mensen, schilderijen, enorme schreeuwerige letters of juist krullerige foto's van landschappen, vogels, lammetjes. Ik blijf staan bij een boek met als omslag een stel koeien en een bewolkte lucht. Boven is het stil, staat erop. Een vrouw gaat naar de balie rechts van Savannah en mij en vraagt op fluistertoon iets aan de man die er zit. Hij antwoordt luid. Dan moet u bij de filosofie zijn, achterin. Hij wijst. Mijn vingers glijden over de omslagen. Hoewel ik alles heb gelezen wat mama voor me meenam, alles, bij gebrek aan keuze, weet ik nu niet wat ik wil. Savannah bladert door een boek met plaatjes van natuurgebieden en houdt me nog steeds in de gaten. Heb je niets dat je wil lezen, vraagt ze. En ik schud mijn hoofd. Ik zou nu een boek moeten kiezen, daar enthousiast over zijn. Bij Grieks zouden we dit semester een stuk uit de Ilias vertalen. Bezing godin de wrok van Peleus' zoon Achilles. Dat stond op de eerste pagina van het lesboek. De rest van het uur struinen we langs de schappen. Mijn handen weigeren iets op te pakken. Dit is het einde van iets, zo voelt het. Het is lelijk en houdt maar niet op. Het gaat allemaal zo langzaam dood. Ik wil geen woorden. Misschien een andere Salome wel, op een andere dag. Maar nu wil ik ze niet. Dankjewel.
Dankjewel, Simone. Dank voor deze voordracht. Zo zien we gelijk dat oude kunst nieuwe kunst voortbrengt. Dan gaan we nu naar het tweede deel van ons programma. Het gesprek met onze panelleden. Daarvoor zal ik één voor één alle andere panelleden introduceren en naar het podium vragen. Allereerst Aafje de Roest, mede-organisator, letterkundige promovenda aan de Universiteit Leiden. U kent haar wellicht van haar media-optredens op het gebied van Nederlandse jeugdcultuur en in het bijzonder hip-hop. Ze is ook een van de Faces of Science van Nemo en KNW. Kunt u haar bij de borrel vragen wat dat betekent? Ten tweede Maaike Meijer, emerita hoogleraar genderstudies aan de Universiteit Maastricht. U kent haar wellicht van haar recensies in de Groene Amsterdammer tegenwoordig, of een van haar vele andere publicaties, waaronder de goed ontvangen biografieën van F. Harmsen van Beek en natuurlijk die van Vassalis. Maria Barnas, een bekroond dichter, schrijver, beeldend kunstenaar, redacteur van De Gids, lid van de Academie van Kunsten. Haar meest recente roman is Altijd Augustus, staat daar. En haar meest recente dichtbundel Diamant zonder R verscheen enkele maanden geleden. Ze heeft ook, weet ik toevallig, ook een soort ode aan Vassalis geschreven. Daar zullen we het ongetwijfeld nog over hebben. En het doet ook elke keer een student Nederlandse taal en cultuur mee. Deze keer zat gelijk een voormalig student hier aan de UvA, Jonas van Kappel. Momenteel studeert hij de MA Curating Art aan de Stockholm Universiteit, de Universiteit van Stockholm. En eerder schreef hij zijn bachelorscriptie over genderconstructies in het werk en de receptie van, u raadt het al, Vassalis. Alleen nu moet ik op een of andere manier omschakelen naar dit Britney Spears ding. Maar ik ben nog steeds goed verstaanbaar, toch? Ja. Oké, welkom allemaal. Dank dat jullie hier zijn. Ik heb vragen, opmerkingen. Ja, het is heel gezellig hier. Ja, nee. Goed. Ik heb vragen, AV heeft vragen, maar reageer vooral ook op elkaar. Maak echt een gesprek van. En laten we eerst een inleidend rondje doen, Maaike, om met jou te beginnen als de biograaf. Jij schrijft in het voorwoord van je biografie dat je rond 2000 geïnteresseerd werd of in de vraag waarom Vassalis zo weinig had gepubliceerd en wat er nog meer te vinden was. En je schreef al eerder over Vassalis in Lust tot Lezen, dat is 1988. Ja. Maar weet je nog daarvoor wanneer je voor het eerst haar werk tegenkwam, wat je zo aansprak toen? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik zat op de middelbare school en we hadden een ongelooflijk leuke lerares Nederlands. Heel excentriek. Elke zomer reed ze op een scooter naar Italië in haar eentje. 1962 of zo. Ze was ook kunsthistorica. En dan ging ze daar kunstgeschiedenis bestuderen en kwam ze weer terug. Maar verder hield ze ook ontzettend veel van poëzie. En ze droeg heel vaak gedichten voor. En één daarvan was natuurlijk Vassalis, de idioot in het bad. En ze stimuleerde ons ook om gedichten uit het hoofd te leren. Want ze leerde je dat als je een gedicht uit je hoofd leerde, dan bezat je het op een heel andere manier dan wanneer je het in de kast hebt staan. En dat heb ik in praktijk gebracht. Dus ik ken best veel gedichten uit mijn hoofd. Leuk voor feesten en partijen. dus ik maakte op mijn 13e of zo kennis met die poëzie. En dat bleef altijd bij mij. En toen studeerde ik Nederlands. En toen viel het me op een gegeven moment op dat je van Vassalis elke keer weer dezelfde gedichten las. Terwijl de gedichten die het wildste waren, het ongetemdste, of het, daar, die las je nooit. Dus uiteindelijk ik heb een paar essays geschreven over Vassalis als mystieke dichter. Want ik had op een gegeven moment het gevoel, ze roept elke keer een hele wonderlijke sfeer op, waarin de tijd verdwijnt, alleen maar dat nu moment. Daar had ik al essays over geschreven en daarna kwam de gelegenheid om die biografie te schrijven. En mijn doel was om die wilde kant van Vassalis. Haar imago was veel te braaf. Ik dacht, dat is fout. Daar moet een andere
van Zales komen te staan. Dat is mijn roeping. Nou, dat heb ik gedaan. En mag ik je dan direct een... Ik weet niet zo goed hoe ik dit ding moet aanzetten. Ja, stel aan. Geweldig. Mag ik dan nog een vraag stellen? Wat vind jij dan een heel wild... Wat beschouw je als een heel wild gedicht van Vazalis? Kun je een voorbeeld geven? Ja, er is bijvoorbeeld in Vergezichten en Gezichten... daar staat een cyclus fragmenten. Die bestaat uit 5 delen. Daar hoor je nooit iemand over. Maar daar staat, mag ik een passage voorlezen? Uiteraard. Het is een min of meer mythologisch gedicht. Het gaat over een vrouw die rondzwerft langs de zee. Haar man, de grote koning, is dood. Dit is deel 3. Ze vindt die vrouw die daar rondzwerft langs de zee. Die vindt liggen aan het strand een vrouw. Groot als een godenbeeld. Maar gaaf, het was een beeld van rust. Zij lag bewegingloos, haar ogen stonden open. En wat geruis leek van de zee of van de wind... bleek fluisteren te zijn, waarnaar zij scheen te luisteren. O, laat mij vrij, fluisterde zij naar boven. O, laat mij vrij, desnoods om kwaad te doen. Laat mij luid spreken, ook al zou ik liegen. Geef mij te eten, drinken, ook al zou ik spugen. Liefhebben, zelfs al zou ik ontrouw zijn. Ik vast te lang... en haat de geur der heiligheid. Ik ben op slot en haat de veiligheid. Ik lig als Gulliver gebonden... door 1000 levende, niet zichtbare en taaie draden. Maar mogen deze grote voeten niet meer waden... en mijn plat uitgestrekte open handen nooit weer iets grijpen... strelen, dode landen... Laat mij weer vrij. Ik wil rechtop staan. En ga opzij. Dan doe ik minder kwaad dan als ik lig gebonden met de diepe haat der machtelozen die alleen maar ogen zijn. Gladde, geruisloze opalen kannibalen. Toen zweeg het beeld en aan de wimpers kwamen tranen die snel verdampten en als wierook stegen. Het gezicht bleef droog en stil. De keel slikte en een brede hand lag open op het witte zand. Nou ja, Jezus. Dat is toch een prachtig beeld van die ene vrouw die vindt een soort godenbeeld, een soort enorme vrouw, een soort Gulliver, die deze tekst... uit. Dit is 1954, hè? Ik bedoel, ja, ik heb het geïnterpreteerd als een soort... dat er in Vazalis heel veel pre-feministisch bewustzijn zit. Maar dat gebonden zijn met onzichtbare draden... en die kreet, laat mij vrij, desnoods om kwaad te doen. Prachtig. Niemand heeft het hier ooit over. Nou... zo vind ik heel veel gedichten van Vazalis... die eigenlijk een soort diepte en een soort vitaliteit hebben... die helemaal niet past bij het Vazalisbeeld. Ja. Dit is misschien ook wel een mooi bruggetje naar Jonas. Want jij hebt jouw scriptie over gender en Vazalis geschreven. Ja. Dus wanneer, hoe kwam jij bij Vazalis terecht? Wat ik eigenlijk heb gedaan in mijn scriptie was... kijken naar de kritiek op haar werk. Vooral in die tijd van waarin ze schreef, dus jaren 40, 50. Want ze werd vooral beoordeeld... vanuit het label dat de poëzie dus vrouwelijk is. Maar daar werd dan niet concreet ontleed wat dat betekent... of wat dat dan eigenlijk... wat wordt bedoeld met vrouwelijk. En ik kwam erachter dat het eigenlijk meer gaat... om een soort van ouderwetsigheid of
niet literair of simpel, eenvoudig. En ik heb dat eigenlijk gecontrasteerd met een nieuwe lezing van haar werk vanuit nieuwe gendertheorieën. Van welke vrouwelijke belevingen komen er wel naar voren in haar gedichten? En kun je dat dan vrouwelijk noemen op een of andere manier? Of wat betekent gender in haar werk vanuit die theorieën? Dus dat was wel een interessant onderzoek. En waarbij ik ook veel van uw werk heb gelezen en ook daarin heb verwerkt in mijn scriptie. Dus leuk om je te ontmoeten. Maar hoe kwam ik bij Vassalis? Ik denk, omdat zij is wel... Ik bedoel, op mijn middelbare school kreeg ik ook wel les over haar. Omdat zij toch een van de weinige vrouwelijke dichters is die het heeft gehaald in de kanon. Dus eigenlijk om die reden. Mm-hmm. Maria, ik zie jou heel hard knikken. Maar misschien toch om bij jou te blijven. Wat betekent Vassalis voor jou als dichter? Is het iemand om tegenop te kijken of een voorbeeld? Of... Ja, zeker wel. Het is bij mij ook begonnen met de Afsluitdijk. Mijn vader kende Vassalis uit zijn hoofd. Hij is Neerlandicus en ik ben ermee opgevoed. En ik zal nooit vergeten dat we over de Afsluitdijk reden... Dus in het nu. En dat gedicht mij, of het nou voorgelezen, maar ik denk dat hij achter het stuur zat met water. Dus dat hij het uit zijn hoofd kende. En dat ik dat stukje aan het eind over een heden dat splijt. Doordat alles in elkaar begint te spiegelen in de busruiten. En ja, dat was. Toen maakte ik iets mee. Kijk, dat had Vassalis niet kunnen voorzien dat zoiets kon gebeuren. Maar toch gaat dat gedicht daarover. En ik voelde me daardoor heel verbonden met haar. En iets vergelijkbaars heb ik meegemaakt met een heel ander soort dichteres. Yoko Ono in diezelfde tijd. Die een ansichtkaartje had gemaakt met een gat erin. En dat heette A Hole to See the Sky Through. En dat had ik gekocht. Ik vind het nog steeds leuk om in museumwinkels te blijven hangen. Maar dat was bij de documenten. En dan kon je door die kaart kon je eigenlijk al de kunstwerken bekijken door dat gat. En daar gebeurde ook iets met de werkelijkheid via het kunstwerk naar mij toe. En ja, dat heeft mij, denk ik, de poëzie binnengehengeld. Die twee ervaringen. Maar er is van alles aan Vassalis dat mij nog steeds boeit. En dat begreep ik toen nog niet. Maar ik heb geprobeerd het een beetje te... Ja, bij elkaar te brengen. Ik weet niet of ik daar nu nog tijd voor heb. Ja hoor. Maar, een deel ervan gaat over het kijken. Dat ik, denk ik, van Vassalis heb afgekeken. Ik heb, blauwe plakkertjes bij de gedichten gedaan. Waarvan ik dacht, dit gaat, waarin ze ook letterlijk schrijft. Ik zag of ik zie. En dat is iets wat... anders is dan te zeggen er is. Of... Dus ze maakt van het zien, van het getuige zijn van de dingen, iets heel belangrijks. En daarmee ben je als lezer ook mede getuige van wat zich voordoet in de werkelijkheid. En ik denk dat ik dat af en toe heb nagedaan, als ik heel eerlijk ben, in mijn eigen gedichten. Daarnaast is een bepaalde toon, en daar kun jij vast veel meer verstandige dingen over zeggen dan ik, maar er is een bepaalde gedragenheid en een ernst waarmee ze gaat staan. Alsof ze, zeg maar, voordat ze begint, op de uitkijktoren klimt, heel diep ademhaalt, nog even naar, en dan pas begint te spreken. Dus het is een gedragenheid die geen effectbejag is, maar echt vanuit denk ik, het meest ware innerlijk wil spreken. En het is te verdragen ook, en nog steeds, omdat het dan vervolgens gaat over dingen die helemaal niet heel ingewikkeld zijn. Dus dan krijg dan de indruk dat er een houding gevonden moet worden tegen alles wat gebeurt. Tegenover alles wat gebeurt. En er is daarnaast nog iets heel anders, en dat is het dromen, dat heel serieus genomen wordt. En een soort bepaald mystiek karakter dat mij aanspreekt, dat ik bijzonder vind.
En ik heb uit de biografie van jou een beetje kunnen... misschien wil jij daar wat meer over zeggen. Heb ik begrepen dat dat van haar ouders... misschien uit de tijd van haar ouders nog doorzindert bij haar. Ik geloof dat die mystiek, dat heeft ze zelf uitgevonden. En ze wist, haar eerste gedichten, die hebben dat al. En in Afsluitdijk, dat eindigt inderdaad met... er is geen eind aan deze tocht, geen toekomst, geen verleden... alleen dit wonderlijk gespleten lange heden. Dus de tijd valt weg, binnen en buiten valt weg. Er vindt iets plaats. En daar is het hele gedicht op gebouwd. En daar werkt het naartoe. En in het schrijven van de biografie ontdekte ik... dat Vassalis alleen maar kon schrijven, de jonge Vassalis... als ze zoiets had meegemaakt. Ze werkte in Zandpoort als jonge dokter. Dat was een krankzinnige instituut... Dan hadden ze een patiënt moeten gaan zoeken, want die was weggelopen in de duinen. En dan liepen ze terug en dan was er prachtig licht. En dan moest ze dat in het dagboek schrijven van... mijn god, waar heb ik gelopen? Dan helemaal onder de indruk van die wijsheid en de opluchting dat het allemaal is gelukt. En dan kan ze dat gedicht schrijven, alleen maar dan. En ze kan er daarna niks meer aan veranderen. Dus dat gedicht... Moet vasthouden dat moment. En ik denk dat op een gegeven moment, na heel veel gedichten, weet ze van, oh, dit is Ruusbroek, Meister Eckhart, Hardewijk, die hebben het over dit soort dingen. Ze vindt het ook heel lastig dat ze nooit meer iets aan een gedicht kan veranderen. Dat ze het... En dat zie je ook in handschriften. Nou ja, een punt of zo wordt er toegevoegd. En dat heeft ze niet van haar ouders, dat heeft ze gewoon zelf ontdekt. Maar van haar ouders had ze wel een bepaalde grootsheid en een bepaalde durf van leven en een idealisme. Haar ouders waren idealistische socialisten, een geloof in een betere wereld. En ze is ook heel romantisch, dat ontgrenzen, meeslepend. En, dus, dat de dingen belangrijk zijn. Ze zijn namelijk echt belangrijk. Zo maakt ze belangrijk. Zeker. Door hoe ze erover schrijft. Ja. Jullie snijden al een aantal thema's aan waar we nog op terugkomen. Maar om even het rondje af te maken, Simone. Je las er iets voor waar Vassalis in komt. Dus ja. Vassalis betekent iets voor jou. Dat is wel duidelijk. Maar niet, denk ik, niks wat niet al is gezegd. Dus ik ga even bedenken hoe ik hier nog een origineel... wat Maria zei over de ernst van Vassalis vond ik wel heel mooi. Want dat was precies iets wat ik opmerkte ook in haar werk. Dus ik ben bij Vassalis terechtgekomen. Mijn middelbare schoolleraar Nederlands was een heel bevlogen leraar. Maar was nogal gefocust op de mannelijke schrijvers, om het zo maar te zeggen. Dus Vassalis heb ik nooit onderwezen gekregen. Maar mijn moeder was fan. En mijn moeder die was een echte lezer, maar was niet zo thuis in de poëzie. En die tipte mij op een gegeven moment haar. En toen ben ik haar gaan lezen. Maar het grappige is dat ik wel vond het hele mooie poëzie. Maar toen ik het dus weer voor vanavond aan het herlezen was, dacht ik van ja, maar ik heb dit ook echt al heel lang niet meer gelezen, dus ooit weggelegd. Maar wat me dus inderdaad de eerste keer dat ik het las en ook nu bij herlezing weer, wat mij opviel was inderdaad dus die ernst en inderdaad een soort gedragenheid waarvan ik eigenlijk dacht, ik vind dat dus heel stoer, want ik merk zelf ook dat er een soort soms een beetje wordt neergekeken op mensen die durven dingen belangrijk te vinden of zo. Dat doet zij dus juist wel. Dus precies wat jij zegt, van zij maakt dat wat zij ziet, vindt zij belangrijk om te aanschouwen. En dat is denk ik iets waar ik ook in mijn werk wel altijd mee bezig ben, met het betekenis geven van de wereld. Zowel aan jezelf als aan degene met wie je
je literatuur deelt. En daar vind ik... Daar heb ik denk ik wel ontzag voor of zo, ja. En is dat ook de reden waarom Vazalis in confrontatie zit? Of zoek ik daar nou te veel achter? Nou, alle schrijvers die alle teksten en romans en schrijvers die in confrontaties voorkomen, zijn teksten die ik zowel goed als helemaal of stiekem niet goed of helemaal niet goed vind. Dus ze heeft het ook op een gegeven moment over Gerbrand Bakker en dat, nou, daar kijkt ze dan naar, daar vindt ze eigenlijk niks van. Ik vond dat die roman juist wel heel mooi, maar ze gooit ook Ernest Hemingway in de prullenbak. Statement misschien, maar nee, ik denk dat Vazalis zit er zeker in, omdat het denk ik een schrijver is die wel waar ik me wel ook toe verhoud, zeker. Dank jullie wel voor dit eerste rondje. We hebben aan iedereen gevraagd om 1 of 2 gedichten mee te nemen die zij mooi vonden. En Maaike heeft al voorgelezen al iets. Maria, mag ik jou vragen een favoriet gedicht voor te lezen? Dat is nog moeilijk kiezen. Dat is een goed teken. Ja. Hebben jullie dat al helemaal kant en klaar voorbereid? Want anders ga ik nog heel even bladeren. Ik vind dat nou ook echt heel moeilijk om twee... Ik heb wel een idee. Ja? Ja, ik heb wel iets. Oké, ga maar alvast. Even kijken. Ik heb het hier ergens geordend. Kijk. Gewoon het hele boek voorlezen, toch? Ja, even kijken. Ik zat dus van de week een gedichtje weer uit te zoeken toen ik de bundel er weer bij pakte. En wat wij ook al, of wat net is benoemd, dat Vazalis in een soort van hele directe, dat zij hele directe observaties kan omzetten in iets magisch. Alsof het buiten de werkelijkheid of buiten de soort van gebruikelijke ervaring van tijd plaatsvindt. Dat zit in dit gedicht ook. En ja, ik kon me hier persoonlijk heel erg toe verhouden, omdat ik sinds een paar dagen ben ik weer terug in Amsterdam. Ik studeer nu in Stockholm en Amsterdam voelt ineens veel drukker dan Stockholm. Er zijn heel veel prikkels, waarschijnlijk ook vanwege ADE. Het is gewoon heel druk op straat en ja, ik kon me daarom wel vinden in dit gedicht. Dus ik zal het even voorlezen. Het heet Overgevoelig. Er branden vuren en een vreselijke muziek weer klinkt. Werelden licht, ontstaan, vergaan. Alles beweegt en leeft en geeft signalen. En ook iets groots en wits gaat langzaam heen en weer. Als een groot wasgoed aan een eindeloze lijn, als er maar nauwelijks wind is. Ademen is klein, daarmee ver vergeleken. Er zijn bewegingen die wel een eeuw heen gaan en een eeuw terug. En andere zo vlug, bijna achterstevoren. Het is te zien, te voelen en te horen. Ik weet dat het er is, zoals ik weet hoe in mij bloed krioelt door donkere gangen. Dek het toe met huid. Dek het heelal met stilte toe, met ongevoeligheid, met tijd. Dus ja, ik vind het een hele mooie, soort van haast magische hoe zeg je dat? Een soort behoefte die zij heeft om even alles gewoon stop te zetten en los te komen uit alle drukte. En ik kan me daar persoonlijk wel af en toe wel in vinden. Dus daarom spreekt het gedicht me wel aan. Dankjewel. En het is een heel mooi bruggetje. We hebben een aantal thema's geselecteerd. In een ervan is tijd. Nou, dat hebben we al veel gehoord. En van het gedicht Tijd uit Park en Woestijn hebben we een fragment, een muziek op muziekzetting door Jannes Graan, het Noordpoolorkest. Ik moet even naar de technici kijken die dat dan, of die dat aan kunnen zetten, want we hebben het klaargezet. Dus dan horen we nu, of zo meteen, Jannes Graan de muziek voordragen, zingen met muziek erbij. Ik droomde dat ik langzaam leefde, langzamer dan de oudste steen. Het was verschrikkelijk, om mij heen schoot alles op, schokte en beefde.
wat stil lijkt. Ik zag de drang. Nee. Waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen, alsof zij hees en hortend zongen. Ja, sorry, ik kan niet helemaal. Maar nu gaat Janna. Ja. Met regenbogen volgens mij nog. Verkleurende regenbogen volgens mij. Eb en vloed, zoals een grote keel kan drinken. Ja, het is een soort angstvisioen, hè? De bomen vliegen de aarde uit. Dag en nacht zijn flakkerend vuur. Eb en vloed gaan heel snel. Want als je zelf langzaam leeft, hè, als jouw tijd stilstaat, dan gaat alles om je heen in de versnelling. Dus je kijkt als het ware naar de verschrikkingen van de schepping. Hoe alles maar ontstaat en vergaat. In een soort woeste dans die heel eng is. En dat moet u even in gedachten houden, want ja. We hebben hem bijna. Het moest even opgehaald worden. Maar deze is natuurlijk ook weer een interpretatie van het gedicht in de muziek. Die misschien een beetje anders is dan dit. Ja. Ik zou het eigenlijk heel angstig zingen. Beangstigend. Ja. Want het is een heel beangstigend gedicht. Toen Ter Braak dit gedicht las, daar was hij heel enthousiast over. Hij was ook heel angstig. Hij zei, ik heb nu de poëtische schok gehad. Ik ben nu geconfronteerd met een soort angstvisioen in die poëzie, wat ik geweldig vind. Ik zag laatst in een documentaire van David Attenborough, gebeurde dat de natuur heel snel werd afgespeeld, hoe de blaadjes groeiden. Ja. Heb je dat Nee, heb ik niet gezien, maar ik kan me heel goed voorstellen. Ja. Of begint het nu? Ik dacht, we hebben hem klaar staan. Ja. 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 Met tijd, toch? Ja. Dan gaan we zo verder. Ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Om me heen schoot alles op. Schokte of beefde wat stil lijkt. Ik zag de drang waarmee de bomen zich uit de aarde wrongen. Terwijl ze hees en hortend zongen. Terwijl de jaargetijden vlogen. Verkleurende als regenbogen. Ik zag de tremor van de zee. Zwellen en weer haastig slinken, zoals een grote keel kan drinken. Een dag en nog van korte duur, vlammen en doven, vlakkend auto, maar dat is misschien natuurlijk niet zo. Wat heb jij gegeven? Wel een indruk. Ik vind het, heel op zich heel interessant als mensen proberen om gedichten op muziek te zetten, want gedichten zijn eigenlijk liederen natuurlijk. Maar voor mij is dit een beetje te lieflijk, te easygoing. Het is een angstvisioen. Is het heel snel?
Ja. Ja, ja, voor, precies. De tekst is veel zwaarder dan wat Janna ervan maakt, vind ik. Hoe is dat voor Simone Maria? Want ik dacht ook dat ik lees Vazalis echt heel anders dan dit, gewoon net qua toon, qua gedragenheid. Maar misschien dat jullie nog andere. Nee, ik vond het ook heel licht, ja. Terwijl het gek is dus als je dit hoort, dat je denkt, oh, maar ik heb daar een heel ander geluid bij. Alsof er toch iets mee klinkt in je hoofd als je leest. Dus, nou ja, dat maakt dit lied dan duidelijk. Ja, er komt nog een deel uit. Het gedicht is wat langer, maar wel inderdaad een idee. Wat mij opviel, denkend vanuit het thema tijd. Als je met je door de verzamelde gedichten bladert, je ziet een keer oktober, ook wel één keer voorjaar en april, één keer zomer, drie keer herfst, wandeling in de herfst, misthoorn in de herfst. Ik kijk eerst naar Maaike, maar voor iedereen. Is Vazalis een soort herfstdichter? Een bomendichter. Bomendichter. Een bomen. Ja. Ik heb de oranje dingen zijn waar ze over bomen heeft. Ja, ik had ook twee bomengedichten, toch? Het is echt een bomendichter. Zeker, onder andere, ja. Wil jij iets voorlezen, Maria, van de bomen? Ja. Nou ja, ik vind het zo mooi dat het gaat via bomen natuurlijk over iets anders. Maar aan een boom in het Vondelpark. Er is een boom geveld met lange groene lokken. Hij zuchtte ruisend als een kind, terwijl hij viel nog vol van zomerwind. Ik heb de kar gezien die hem heeft weggetrokken. O, als een jonge man, als Hector aan de zegenwagen, met slepend haar en met de geur van jeugd, stromende uit zijn schone wonden het jonge hoofd nog ongeschonden, de trotse romp nog onverslagen. En dan veel, veel, veel later. Buiten het raam, gedeeltelijk verlicht, zweeft in de nacht een lang groen blad. En al mijn angst, door licht en warmte eerst gestild, breekt los, verlicht, betrapt. En misschien zit er in de herfst de grootste band tussen bomen, licht, tijd. Bomen natuurlijk dan, ja, de bladeren waar we nu natuurlijk in zitten. En Maaike, vond jij nog iets in het biografisch onderzoek daarover? Of? Nou, wat mij opvalt is dat het in de poëzie bijna altijd gaat over grenservaringen. En de herfst, dat is de grens naar de winter. En allerlei grenzen die tussen nog niet geboren zijn en geboren worden, tussen sterven en dood zijn, maar ook tussen ons gevangen zijn in dit aardse leven, waar alles door een eindigheid en door een tijdstructuur wordt vastgehouden, en het woeste heelal, dat gedicht wat jij voorlas, er branden vuren, werelden licht ontstaan, en ook een stuk wasgoed gaat op en neer, en ook nou ja, het is allemaal een wasgoed aan een eindeloze lijn. Vuren, het is heel angstwekkend. Maar het is een soort reis naar het heelal. Het is een soort verbeelding van als wij hier niet in dat fijne aardklootje zitten, waar alles bekend is en aan banden ligt. Hoe is het in dat eindeloze heelal, in de eeuwigheid? Die sterren die wij zien, maar die allang dood zijn. Vazalis heeft een hele reeks gedichten, dat zijn er een stuk of 6, 7, die gaan allemaal over uitstapjes naar dat heelal. Het heeft heel veel over dromen. Droom is natuurlijk ook een grenservaring. Je bent niet wakker en je slaapt niet. Je hebt een soort tweede, geheimzinnig tweede leven. Visioenen, die mystieke ervaringen. Dat is heel kenmerkend. Dat er in elk gedicht iets van, alsof ze voortdurend op de rand staat en wat is daar overheen. Dat vind ik heel boeiend aan de poëzie. Simone? Één ding nog. Ja. Er is één gedicht dat heet Ouderdom. En dat gaat zo.
ik oefen als een jonge vogel op de rand van het nest dat ik verlaten moet. In kleine haperende vluchten en sperg mijn snavel. Dat is weer zo, ik ben heel oud, ik moet dood. En waar vergelijk ik het mee? Als een jong vogeltje wat uit moet vliegen. Dus het onbekende in, tegelijkertijd een soort nieuwe geboorte. Heel eng. En toch zit daar een soort vitaliteit in. En een soort nieuwsgierigheid naar wat is de dood. Wat overigens in haar werkleven ook zo was. Maar dat vind ik heel mooi in Vazalis. Mona, mag ik jou vragen wat voor te lezen? Een van jouw favoriete Zeker. Gedichten. Een van mijn favoriete gedichten gaat natuurlijk over de dood. Ja. Uiteraard. Deze komt ook uit de laatste bundel gezicht. Sorry. Ik ga gewoon beginnen. Skelet. De dood is zo vaak afgebeeld als een skelet met veel te grote handen. En grijzend met de harde ijzeren tanden als van een hark. Ik moest zo oud en zo verwonderd worden om te begrijpen dat dit juist het leven is. Dat van verleidingen ontdaan. Wanneer men lang en ver genoeg is doorgegaan. Met iedere stap dieper gedreven in het drijfzand van een waar bestaan zo voor mij durft te staan. Ik lach terug. Het lijkt wel op een vrouw die zich zo met haar man verbonden weet dat ze zich niet meer voor hem kleedt en triomfantelijk vertrouwt dat hij wel van haar houdt. Nu weet ik ook waarom ik steeds iets vrolijks vond in die gedaante en die schaamteloze kale mond, de lichte kooi der ribben, waar het hart eens hing en zong, vogel van licht, gevangen in de warme landen. Van alles dat tot heden heeft verleid, blijft niets gespaard dan die doorzichtigheid. Geen zang, geen zorg, geen lief, geen vuur, geen licht. Alleen dit anoniem, ijzeren, lachende gezicht. En deze kooi en deze overgrote, harde handen. En wat vind je daar zo mooi aan? Nou, een aantal dingen. Ik vind het dus leuk dat zij het eigenlijk heel erg heeft ook over verleiding. Dus ze heeft het dan over de afbeelding van de dood als skelet. Maar het gaat ook direct over hoe zij dat eigenlijk ziet als het leven. Dus ze zegt, ik moest zo oud en zo verwonderd worden om te begrijpen dat dit juist het leven is. En dat ze dan vervolgens teruglacht, dat vind ik een heel mooi beeld. Ik weet niet waarom, maar ik weet het wel. Maar, het erkennen van je eigen, maar ook überhaupt vergankelijkheid en het onvermijdelijke van de dood en daarin niet een soort worsteling en een soort tragiek zien, maar ook een onvermijdelijkheid die je tegemoet wil treden op de een of andere manier. En dat ze dan vervolgens de dood zich voorstelt als een vrouw die zich zo met haar man verbonden weet dat ze zich niet meer voor hem kleedt en triomfantelijk vertrouwt dat hij wel van haar houdt. Of zo. Dus dat ziet zij dan ook weer in dat skelet. Daar vond ik iets. Ja, dus dat vertrouwen sprak me daar ook heel erg in aan. Dus er zit daar een soort omkering van. Ik denk, wij normaliter zijn wij ons niet bewust van hoe vanzelfsprekend wij het leven vinden. En daar draait zij dat eigenlijk om. En dan zit er ook die een soort liefdesverhouding, een relatie in. En ze noemt op een gegeven moment ook. Dus dan heeft ze het nogmaals over dat skelet. En dan zegt ze. Dan beschrijft ze de lichte kooi der ribben. Wat natuurlijk ook weer verwijst naar een lichte kooi zijn. Wat gewoon een sletje is. Dus dat vind ik heel mooi. En er zit ook een soort speelsheid in. Waar Maaike het ook over had. Van dat aan de ene kant heeft Vazalis dus een soort ernst. Waarvan ik denk dat mensen die niet per se hip altijd vinden. Maar
in haar gedichten zit ook inderdaad die vitaliteit en ook een speelsheid. En het durven grote thema's ook net weer op een andere manier te benaderen, die ik heel interessant vind. Dus vandaar. Vandaar. Kan Vassalis lezen ons iets leren over de dood? Stel ik aan jou, maar aan iedereen. Een kleine vraag. Nou ja, ze wordt natuurlijk ontzettend veel gelezen op begrafenissen, wat ik wel begrijp. Ik denk het wel. In ieder geval, vooral met dit gedicht, een soort houding misschien die je kan aannemen tegenover de dood en de onvermijdelijkheid ervan. Maar ook daardoor juist het, omdat zij ook altijd op zoek is naar die ervaring van het nu of zo, die totale ervaring, die ook weer te koesteren misschien. Ja. Moet anders. Mooi gezegd. Ja, ik denk wel dat zij in dus zulke gedichten en gedichten waarin de dood centraal staat, of een bepaalde heftigheid, zoals ook angst of verdriet, dat zij dat met een bepaalde kalme toon benadert of zo, een soort rust, waardoor het ook wel troost kan bieden in bijvoorbeeld de context van een begrafenis of dus iets leren. Ja, misschien met een soort rust durven te kijken inderdaad naar de dood, wat jij ook zei. Ik dacht meer dan de dood leert het, denk ik, hoe je kan leven eerder. Maar wat weten we nou over de dood? Maar ik droomde dat ik langzaam leefde. Je dat proberen voor te stellen, dat alles relatief is. En daar kun je echt wel iets van leren, ja. Dat denk ik. Ja. Ik denk ook dat in het... ik was een beetje stil, want ik vind het heel interessant om te luisteren. Maar ik denk ook dat het in het aangaan van en in die intensiteit, zeg maar, het benoemen van dingen die we vaak voelen, maar die we niet altijd een plek geven in woorden, ook al ervaren we die wel allemaal, dat zij die inderdaad met een zekere kalmte tegemoet treedt en toch die intensiteit heel erg kan doorvoelend en invoelend kan maken, zeg maar. Daar zit volgens mij ook een sterkte. Zij durft het aan te gaan en daardoor gaat er ook een zekere vertrouwen van uit. Ook misschien wel met wat jij zei, van er zijn dingen die ons misschien angstig maken. Maar door ze te verkennen, kunnen we ze ook recht in de ogen kijken en misschien ook wel aangaan. Jij wil daar misschien iets over? Nou ja, ik dacht dat er misschien wat misschien bijzonder maakt en wat het ook troostrijk kan maken, zoals jij zei, is dat ik ook niet het allerbelangrijkste is, alhoewel ze altijd spreekt via dat ik. Het is een vehikel, maakt ze duidelijk, omdat ook altijd de allerverste grens ergens aanwezig is. Die kosmos of het oneindige en het eind. Dus de emoties worden, dat hoe het overkomt, krijgt een plek, maar altijd in het licht van een veel wijdere verte, waardoor het, denk ik, troostrijk is dat het, ja, het maakt wel en niet uit of zo. Ik weet niet precies hoe ik dat moet zeggen. Ja. Dat je altijd verbonden bent met iets groters eigenlijk. Ja, ja. Ik moest even net aan denken dat wat zij eigenlijk voorspelt of heeft gezien. Ik droomde dat ik langzaam leefde. Langzamer dan de oudste steen. Ik zag een, wellicht heeft iedereen het hier gezien, het is een hele populaire natuurdocumentaire van David Attenborough, waar je dingen heel versneld ziet groeien. De takken en de, als het voorjaar wordt. En het idiote is, ik moest aan Vassalis denken toen ik dat zag, dat je ziet dat hoe planten groeien, dat ze dan in hun bewegingen helemaal niet zo heel veel verschillen van dieren. Dat een tak, hoe die zijn weg vindt, de heg in, echt heel erg op een rups lijkt. En dat, toen dacht ik, nou, en dat is een Vassalis gedachte. Zeker. Dat we helemaal niet van elkaar verschillen. Je bent een steen, je bent een plant, je bent een dier, afhankelijk van welke afstand je neemt tot jezelf en de tijd en de snelheid van de tijd waarin je jezelf beschouwt. Nou, misschien is het interessant om te weten waarom Vassalis psychiater werd. Hè? Ze studeerde medicijnen. Omdat haar moeder had ook heel graag medicijnen willen studeren. Maar dat was in de tijd van Aletta Jacobs, dus dat ging niet. Ze ging medicijnen studeren.
En ze wilde daarnaast antropologie studeren. Dat heeft ze ook een aantal jaren gedaan. Want ze wilde niet in Nederland blijven. Ze wilde in elk geval reizen naar de tropen. Dus ook weer weg, hè? Ontgrenzen. Maar toen heeft ze, kreeg ze les in de psychopathologie. En dan leer je dus over geestesziekten. En toen dacht ze, ik hoef geen antropoloog te worden. De vreemdeling zit in ons. Dus de vreemdheid in de menselijke ziel. Toen is ze psychiater geworden. Maar haar belangstelling voor dat als de normale bewustzijn faalt. Hè? In dronkenschap. Ze heeft hele leuke gedichten geschreven over dronken zijn. Onder het net en vlot gesprek dat mijn hoofd met bruine hoed met de gastheer voeren moet, denkt mijn hele ziel verrek. In mijn binnenst snuiven paarden. Nou ja, enzovoort. En dan gaat het dus ook over dromen, maar het gaat ook over wanen, over angsten. Ze heeft ook prachtige gedichten geschreven over angst, over iemand die, he, over iemand die in het water stapt, over de rand valt. Ze had enorme empathie daarmee, maar ze was ook nooit bang voor groot verdriet. Ze heeft een zoontje verloren in de Tweede Wereldoorlog. Dat was een enorm verdriet. Maar de onverschrokkenheid waarmee ze dat allemaal aangaat en aanging, en waarvoor ze haar gedichten ook gebruikt om daar iets over te zeggen, dat maakt haar, vind ik, tot een belangrijk dichter. Mag ik iets vragen? Ja, sorry. Nou, ik dacht net, omdat we zo lovend zijn allemaal over haar werk, en dat is natuurlijk ook prima, maar ik dacht, als ik een heel kritische vraag zou willen stellen over het werk, hè, gewoon als voor, over het dichterschap, denk je dat het zich wezenlijk heeft ontwikkeld? En dan, dat vraag ik omdat ik denk, dat kan ook een, trouwens kan weer een loftrompet doen ontsteken, maar je kunt ook zeggen, ze heeft op jonge leeftijd al haar toon gevonden, zeg maar. Maar is er veel gebeurd qua ja, de taal zelf, zeg maar? Hè? Wat je, als je nu kijkt naar een dichter, dan wil je, ja, dan hoop je toch van, oh kijk, die ontwikkeling en dat gaat ergens heen. Kun je dat bij haar wel of niet? Ja, dat vroeg me af. Nou, ik zou zeggen dat het vrijer is geworden. Dat als je de Parken en Woestijnen gedichten uit 1940, dat is nog wat strakker, wat iets meer rijmdwang. Hoewel haar gedichten in de jaren 30 verrassend modern waren. Als je dat legt naast Victor van Friesland of andere dichters uit de jaren 30, dat ze echt niet meer te lezen. En Vassalis is op een manier zo natuurlijk en naturel. Het spreekt nog altijd tot ons. En ik denk dat het iets vrijer is geworden, ook van vorm. Maar en dat ze helemaal op het laatst van haar leven ook van die hele korte gedichtjes gaat schrijven, zoals ik het net voordroeg, hè, over de rand van oefenen als een jonge vogel op de rand van het nest. Maar dat dramatisch verdere ontwikkeling, nee, dat is er eigenlijk niet, nee. Ja, vindt iemand daar iets van? Vindt iemand daar iets van? Ik niet hoor. Nou, ik vind er wel wat van. Het is natuurlijk heel erg de vraag, waarom zo weinig, hè? Want wij leven maar 100 gedichten. En dan de postume bundel nog 50. Dat was ook een schok, want toen werd haar werk ineens 1,5 keer zo groot. En er was altijd de vraag van, waarom is Vassalis nou opgehouden met dichten? Waarom lukt dat nou niet meer? Ik denk dat ze streefde naar een soort oplossing van het ego. Jij vertelde net iets heel interessants, dat voor haar het ik, de dichter zelf, is een soort
medium om iets anders te zeggen wat niet over ik gaat. Ja. Er is een gedicht wat daarover gaat. Uittocht heet dat. Als we tijd genoeg hebben, zou ik dat even kunnen doen. Ik heb het ook op PowerPoint staan. Maar dat geeft echt... daar hoor je nooit iemand over uittocht. Het is ook een heel moeilijk gedicht, wat weer spreekt dat Vazalis altijd zo'n ontzettende toegankelijke dichter is. Dat is eigenlijk niet zo. Maar ik geloof dat daar het antwoord in zit over waarom, hoe zit het met die ontwikkeling? Mogen we dat even doen? Dat, wordt gewisseld volgens mij. Het zit helemaal achteraan. Ja, daar is hij. Het zijn twee slides. Het gekke is, als ik hem presenteer, dan zie ik hem niks te zien. Dus ik moet... Uit toch, ja, dat is hem. Doe nog even. Oké. De koningen zijn koningen gebleven. Ik heb hun tronen weggenomen. De slaven bleven slaven. Ik nam de ketens af. Des avonds zijn zij weggetrokken. Zo konden zij niet in mij wonen. Verder. Wie schrijden kon, schreed. Trots en bemind tot op het laatste ogenblik. Wie strompelen moest, strompelde. Dieper bemind en tot het eind toe ondersteund. Het laatst verdween, gezogen door de sluis der poorten, in draaikolkpaarden met een zwiep der staarten. En toen het stof was neergezegen en ook het laatste geruis, hoorde ik alleen mijn hart nog slaan, als zocht het kloppende hen in te halen. Maar het hart kon ik niet laten gaan. In het duister zag ik toen de poort verdwijnen. De hoge wallen krulden terug als bladeren en ik stond alleen, zoals een stamper doet. Kom, lopende op blote voeten. Dit is het laatste gedicht van die 100 die Vazalis publiceerde bij Leven. Dus dan denk je, wat staat daarin? En dat is heel lastig, want het begint dus met... de koningen zijn koningen gebleven. Ik heb hun tronen weggenomen. De slaven bleven slaven. Ik nam de ketens af. Wat zijn dat voor figuren? Des avonds zijn zij weggetrokken. Zo konden zij niet in mij wonen. Dat zijn innerlijke figuren. Koningen, slaven die niet willen veranderen. Dan moet je maar weg als je niet wil veranderen. En dan zie je ze gaan. Wie strompelen moest... Kan ik nog even terugkrijgen, die slide? Wie strompelen moest, strompelde... bemind en tot het laatst toe ondersteund. Dus daar zie je ze gaan, hè? Die koningen en die slaven. Die innerlijke figuren. Het laatst verdween, gezogen door de sluis der poorten. Het is een soort vesting die daar wordt beschreven. De paarden met een zwiep der staarten. Je ziet die paarden als een draaikolk door een wastafel die leegloopt. Dus er is een soort kracht die alles naar buiten trekt. En koningen, slaven, paarden, poorten... dat is een soort archaïsche, middeleeuwse wereld, een burcht. Dan het stof zijgt neer en ik hoor alleen mijn hart nog slaan. Dus alleen die ik is er nog met dat kloppende hart. En ze wil eigenlijk mee, maar het hart kon ik niet laten gaan... In het duister zag ik toen de poort verdwijnen. Dus de burcht zelf verdwijnt. De wallen krullen terug als bladeren. Dus het gaat niet als de muren van Jericho die instorten. Maar die wallen die worden als het ware vloeibaar of plantaardig. Die krullen terug. En ik stond alleen zoals een stamper doet. Dus alleen dat blote... Die blote persoon met dat kloppende hart, alles is weg. De paar koningen, de slaven, de paarden, de burcht zelf.
kom lopende op blote voeten. Dus alleen maar dat blote bestaan. Ik dacht, ja, dit is de burcht van ego. Dit zijn al die... Alles wat je hebt gefabriekt, al die macht en al die statussymbolen en al het bezit en alle ideeën en alles. En alleen maar het blote bestaan blijft over. Dus dit is ook een soort wedergeboorte, maar een soort spirituele wedergeboorte met alleen maar dat kloppende hart en die blote voeten. Dus in alle eenvoud leven, alles van je afschudden. Daar was Vazalis op een bepaalde manier ook altijd mee bezig. Hè? Ja, ik vind dat een heel diepzinnig gedicht. Het is ook een soort gebeurtenis. Je bent aanwezig bij dat dit gebeurt. En dat is het laatste gedicht van die 100. En dat leest nooit iemand. Behalve hebben we dat nu wel gedaan. Dank je wel, Maaike. Ik heb een beetje een oog op de tijd. We willen ook nog van jullie horen. Dus misschien als we teruggaan naar een van mijn openingsvragen. Wat is het leesplezier van Vazalis anno nu, anno 2022? Wat is, zoals men dan in een andere ceremonie vraagt, wat is daarop jullie antwoord? Simone, wat is daarop jouw antwoord? Een herformulering van het antwoord op die vraag. Even kijken. Ik denk dus... Ja, ik zit nog helemaal met dat gedicht in mijn hoofd. Ik denk dus... als ik kijk naar wat ik... Waar ik ontzettend van geniet als ik Vazalis lees... is de oprechte verbinding met het leven. De waarneming van het leven... De ervaring van het leven en ook de consequentie van het leven, wat dat dan ook is. Mooi, dankjewel. Voor mij... Ik vind het heel mooi dat zij, waar we het ook al eerder over hebben gehad... dat zij een soort persoonlijke ervaring of een persoonlijk gevoel of een observatie zelfs... die zij zelf doet, dat ze dat kan koppelen aan iets groters. Dus bijvoorbeeld een natuurlijk fenomeen of iets wat haar overkomt... en wat ze dan helemaal doorgaat. En ja, dat is natuurlijk iets waar je heel direct aan kan relateren... en wat je altijd kan koppelen aan iets wat je zelf misschien constateert in de wereld... of een eigen gevoel dat je hebt. En dat ze dat zo concreet kan maken in een heel... Ja, niet simpel, maar in een begrijpelijke bewoording vind ik wel fascinerend. Ja. Ja. Nou, ik vind het heel moeilijk om zo in een paar zinnen te zeggen. Ik denk dat het werk mij helpt zowel te hechten als te onthechten. En dat het schrijven daar... tussen of daarmee zoveel prachtige gedichten op kan leveren. Ja, daar put ik ook wel moed uit. Ja, als schrijver zelf, zeg maar. Maaike? Nou ja, dat vind ik heel mooi. Dat je er zowel van leert hechten... omdat je heel, heel goed... Je leert het zien van dingen, het kijken, hè? Op een bepaalde manier... En ook onthechten, ja. Ik hou heel erg van die onverschrokkenheid in dat werk. Dat alles wat er is, geen vooroordeel tegen zogenaamde negatieve gevoelens. Gewoon wat er in de ziel is, is er. Dat vind ik heel mooi in Vazalis. Dat is ook precies wat ik er heel mooi aan vind. Maar ik zat nog even te denken aan wat ik ook zo boeiend vind... aan wat we vanmiddag en vanavond hebben gezegd... is dat er zijn toch wel heel specifieke momenten ook aan te wijzen... waarop jullie eigenlijk allemaal aangaan van... oh ja, toen ben ik ermee in aanraking gekomen. Ik denk juist ook dat we zien dat
Vazalis ergens ook weer alomtegenwoordig is. En dat er een soort van zelfsprekendheid is met betrekking tot haar oeuvre, dat je dat wel zult kennen. Ik zag ook dat iemand had gereageerd op deze reeks, deze aankondiging van deze reeks. En dan begin je met Vazalis, alsof het een soort van zelfsprekendheid is dat we haar werk allemaal kennen. Terwijl ik denk dat ze nu juist ook heeft laten zien, of ja, dat eigenlijk in dit gesprek en ook met al deze voorbeelden heel erg blijkt hoe veelzijdig haar werk is. En dat dat zeker ook voor mij persoonlijk in elk geval heel erg zit in dat ze dus op een bepaalde manier je weet te raken. Vooral ook door een bepaalde intensiteit. En voor mijzelf zit het ook meer in een bepaald verlangen dat zij heel erg woordelijk goed kan vormgeven. Ik bedoel, dat zit in de taal van je hart, om het zo maar te zeggen. En soms is het heel moeilijk om een gevoel dat in je lichaam zit naar buiten te brengen. Maar ik merkte vandaag nog, want ik heb niet zo'n moment dat ik echt in aanraking ben gekomen met Vazalis. Dat was voor mij eigenlijk veel meer iets dat gewoon altijd aanwezig was. En nu juist ook met het oog op deze avond ben ik haar werk weer meer gaan lezen. En dan merk ik dat zij met hele kleine beelden hele grootse verlangens kan vormgeven en daar ineens enorm mee kan raken. Dus dat vind ik, dat is voor mij een heel particuliere ervaring natuurlijk, maar dat vind ik wel iets heel moois. En dat herken ik op een bepaalde manier ook bij jullie. Dank jullie wel allemaal. We hebben nog tijd voor vragen uit het publiek. Eventueel ook, had Aaf en ik in gedachten, als u een gedicht wilt voorlezen, sta op, dat mag. Maar een vraag mag natuurlijk ook. Iemand hier kan het uit voorgelezen worden. En dan moet je misschien even een van deze microfoons, je staat al klaar. Is er iemand die het woord wil nemen? Even bijkomen misschien. Ik wou Maria vragen, misschien wilt u daar zelf iets over zeggen, want het klinkt alsof u daar een idee over heeft. Ja. Dan moet u even wachten tot de microfoon komt, anders horen ze ons thuis niet. Nou, ik wilde vragen of de panelleden misschien iets wilden zeggen over een mogelijke verwantschap tussen Nescio en Vazalis. En behalve dat ze ook allebei een pseudoniem hebben, dat er allebei een reden voor hadden overigens. Wel een geheel andere dan Vazalis, dan van Nescio. Maar ik heb er zeker wel ideeën over, maar ik ben er nieuwsgierig juist om die van jullie te horen. Ik kijk Maaike. Ik vind het heel leuk. Ik heb er zelf nooit aan gedacht. Ik zou zeggen, ja, de manier waarop ze naar de natuur kijken en in het verlangen, wat bij Nescio ook zo is, hebben ze zeker veel gemeen. Alleen Nescio's verlangen is naar achter gericht, want het is nostalgie. Een wereld die verloren is, de vriendschap tussen die jongens die kwijt is. En bij Vazalis is het verlangen naar voren gericht. Bovendien is Vazalis dichter en Nescio prozaïst. En dat Vazalis dichter is, dat is wel heel erg wezenlijk. Ze heeft overigens ook wel hele mooie proza-stukjes geschreven. Oh, Nescio heeft ook wel gedicht, maar even om te interrumperen. Je zei straks ook van, als ze een gedicht had geschreven, veranderde ze niets aan. Hè? Daar verandert niets aan. Je kan het ook omkijken dat ze het kennelijk op een bepaalde manier kreeg ingegeven. Ja. Dat ze zegt van, ja, hoe kan het eigenlijk dat ik hier achter zit te schrijven en in één keer dat schreef. Nescio heeft dat ook heel gehad. Ja. Onder andere heeft hij zo weinig geschreven dat hij maar een paar momenten in zijn leven voelde van, nu moet ik dit doen. En heeft eigenlijk ook niks veranderd. En om bij het heden te blijven, Lucas Reineveld heeft dat eigenlijk ook. Heeft dat ook overigens. Ja, nee, dat is een heel mooie overeenkomst. Ja, ik wist niet dat Nescio ook dat gevoel heeft van, ja, het is nou, dat komt vaker voor natuurlijk bij die mystieke kanten van dingen. Van, waar komt het eigenlijk vandaan? Hè? Waar komt je inspiratie vandaan? Is dat iets wat in jezelf zit? En dan raak ik ook even op iets anders over de droom, die heel belangrijk is. Daar kan je nu ook over filosoferen en over de betekenis van de dood. En misschien ga ik nu een beetje te ver, maar ik geloof dat Vazalis ook aanvaarde dat lijden
en geluk, dat die onlosmakelijk met elkaar verbonden waren voor het leven. Hè? Ja, absoluut. En ja. Als je eigenlijk, ook in dat laatste gedicht, als je één keer ziet dat wat er ook gebeurt, of andere mensen in God geloven, of in de katholiek of in het christendom, het verandert niet. Het lijden en het geluk zijn juist zo essentieel, dat als je dat doorziet, dan ben je pas echt verlost. En dan komt de verlossing voor het Evert zelf. Dus als, ja. Ook al de koningen die blijven hetzelfde, de slaven bij hetzelfde. Als je dat doorhebt, dan kan je ook het lijden aanvaarden. Snap je? Ja, het grote probleem is eigenlijk het niet voelen. Vassalis heeft daar een heel mooi gedicht over. Ja, dan wil ik even zeggen ook. En dan gaat het ook over tijd en eindigheid en oneindigheid. In een oneindig universum, hè, daar bestaat alleen geen tijd. Daar is alles is tijd. Hè, of er is geen tijd. Ja. Er is ook geen gevoel. Je zou in een oneindig universum zou je lijden. En geluk zou hetzelfde zijn. Je zou het niet herkennen. Dus je hebt juist dat moment van tijd in het nu nodig. Om juist wel degelijk te beseffen dat het lijden en het geluk er is. En dat is wat je vooruitbrengt. Waarom je doorgaat in het leven. En waarom ook Vassalis en Nescio zeggen. Het leven is hartstikke mooi. En maak er wat van. Nou ja, dat dus. Ja. Dank u wel. Maaike, wil jij nog wat? Mooi. Boeiend. Dank u. Ja. En nog andere vragen hier. Ik moet even wachten tot de microfoon bij je is. Maar die komt eraan. Ik heb Vassalis leren kennen toen ik een jaar of 16 was. En van mijn tante leerde ik Drank de Onberekenbare uit het hoofd. En daar heb ik toen de declamatiewedstrijd op school mee gewonnen. Ik zou het nog wel een keer willen voorlezen. Heeft u een... Oh, u wilt, ik ga het voorlezen. Ja, u vroeg dat toch? Of iemand die zo voor dan deze. Heel graag. Dank u wel, dank u wel. Even kijken. Nee. Mochten anderen zich ook hierna geïnspireerd voelen, dan kan dat. Ja. Het staat vrij in het begin. Oh, we hebben hem hier. Waar kan ik dat best? Ja, kom maar. Of hier. Dan, Zoals met die dingen die je heel erg lang geleden uit je hoofd hebt gelegd. Maar ik weet niet zeker. Werkt dit? Onder net een vlot gesprek dat mijn hoofd met bruine hoed met de gastheer voeren moet, denkt mijn hele ziel, verrek. In mijn binnen stampen beesten, snuiven paarden, ruisen bossen, slangen schuifelen door de mossen, negen stammen vieren feesten. Port of sherry? Liever thee? Ja, mevrouw, of eigenlijk, nee, spiernaak duik ik in een meer. Graag een halfje. Oh, niet meer. Hoe kan ik bij God nog praten? Zou eens wat aan me merken? Kan ik niet meer tegen sterke drank? Heb ik nu al rode oren? Als we nou die kat eens schoren. De onvervalste poedelkat. Ijsbloemen op zijn achterplat. Niemand weet hoe ik loop te rennen. Niemand weet hoe vreselijk wild ik met los haar loop te rennen. Niemand zou me nu herkennen als ik plotseling was gevild. Want ze kennen slechts mijn huid en dan die nog alleen bij stukken. O, ingetogen bruine bruid van Tahiti of Molukke. In de kamer wordt het donker. Buiten dwarrelt stil en schuin sneeuw op heel lichtgroene struiken. Zo mooi is het in die tuin dat ik moet staren naar het geflonker van mijn glaasje naast de kruiken. Al te schitterend stuk glas. Plotseling huil ik. Op zijn jas zaten toen ook lichte vlokken. Vlokken sneeuw. Die werden water. Hield hij niet meer van me later dat hij zomaar is vertrokken? Ja, mooi, 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 mooi. Geweldig. Dank u wel, dank u wel. Voelt iemand anders zich geroepen om in deze voetsporen te treden? Zijn er nog vragen? Als u, korte vraag. In zijn jeugd mee kennis gemaakt. Ik heb dat ook gehad. Ik ben uit 1960. En mijn tienertijd was in de jaren 70. En ook door een leraar Nederlands. En ik ben toen ook erg getroffen door parken en woestijnen. En alles wat erin stond en de poëzie ontdekt. Maar pas veel later heb ik Vassalis juist
ontdekt en herkent in de mystiek en alles. Dat is een heel verhaal, daar heb ik net al een beetje iets over verteld. En ik ben het niet altijd met de Nederlandstiek eens dat biografische gegevens niet interessant zijn. Ik vind ze wel, dat is, vind ik ook nu weer gebleken, dat het wel degelijk kan bijdragen aan ook het plezier en de beleven van poëzie. Juist in de tijd van nu, waar ook de kunstenaar zelf zo in de belangstelling staat. Doe daar juist wat mee, laat het niet weg. Maar toen kwam ik er ook achter dat ik op dezelfde, dat Vazalis en ik op dezelfde middelbare school in Den Haag hebben gezeten. Dus het was wel, toch wel heel gek, als we van mystiek hebben, dat ik uitgerekend op diezelfde school kennis heb gemaakt met Parker in Woestijnen. En die leraar Nederlands, die wist daar niets van. En ik zou nog aan Maaike straks willen vragen. Ik ben uit Den Haag, maar ik ben ook op Scheveningen geboren. En misschien is zij thuis geboren, maar het zou nog eens kunnen dat we ook nog eens in dezelfde plek zijn geboren. Dus ik weet maar nooit. Weet je dat, Maaike? Ja, nee. Bent u geboren op de Van Kranenburgweg? Want daar Vazalis is op een andere plek geboren. We gaan op zijn thuis is geboren. Ik ben geboren op de Emma in de Emma Kliniek op de Parkweg op Scheveningen. En dat was de plek waar natuurlijk kinderen werden geboren. Helaas, dat moeten we achteraan. En de school, het lyceum waar wij beide op hadden gezeten, dat bestaat, was het eerste lyceum van Nederland, het Nederlands Lyceum. En dat bestaat niet meer, dat is verdwenen. En dat is het verloop van de tijd wat ook weer bij Vazalis past misschien. Ik kijk nog even een keer de panelleden aan. Is iets wat er nog gezegd moet worden? Maaike, jij wil iets zeggen. Ik wil nog iets zeggen, maar misschien jullie ook. Maar Vazalis heeft een aantal heel mooie liefdesgedichten geschreven. En één daarvan, die zou ik nog graag willen voorlezen, als dat mag. Zeker. Mag dat? Zeker. Ja. Oké. Ik ga het niet inleiden. Soms als gij zwijgt en uit het venster schouwt, grijpt mij uw schoonheid als een wanhoop aan. Een wanhoop door geen troost te blussen, niet door te spreken, niet door te kussen. Even groot als mijn bestaan en even oud. Dat ik u zien moet en u niet kan zijn, van u gescheiden door mijn eigen ogen. Dat gij daar zit, zo buiten mij geboren. Het doet als een geboorte pijn. Wanneer gij zwijgt en uit het venster ziet, komt soms de wind en hij beweegt uw haren die aan de boorden van uw voorhoofd staan, als aan een stilstaand water oeverriet. Soms komt een wolk de hemel langs gevaren. Ik zie de schaduwen over uw ogen gaan. Dan is het mij alsof gij eeuwig zijt, of ik maar even bij u leven mag. Alsof mijn tijdelijkheid mij van u scheidt. Dan wendt uw hoofd zich om. Ik zie uw lach. Mooi. Dankjewel, Maaike. Dat andere van die ander, hè? Die je niet dat... En daarbij blijven, hè? Bij dat gevoel. Ja, prachtig. Dankjewel. Maria, iets wat jij nog wou... Nou, ik wil alleen zeggen... Ik heb... Een beetje ter voorbereiding op vandaag, maar sowieso weer dus gelezen in dit prachtige boek van Maaike Meijer. De biografie die zoveel meer zichtbaar nog maakt dan wat ik zelf had kunnen lezen in de gedichten. Dus dat is een absolute aanrader. Ja. Zeker. Dat verkrijgbaar als e-boek. Ja, ik vond het eigenlijk wel interessant en het voert denk ik een beetje te ver om er nu op in te gaan. Maar het idee dat iemands biografie er niet per se toe doet voor de gedichten. Want er zijn natuurlijk een paar gedichten die zij heeft geschreven die ook heel erg ingaan op bepaalde angst of psychose of verdriet. Dus ik dacht, ik kan misschien wel een gedichtje voorlezen nog dat daarover gaat. Want ja, ik kan me zo voorstellen dat zij wel
vanuit haar werkpraktijk ook geïnspireerd is geraakt door al wat zij heeft meemaakte in de kliniek waar ze werkte natuurlijk. Dit heet Psychose, dit gedicht. Of De Vierde Wereld, Psychose. Ook zonder oorlog, honger of discriminatie genoodzaakt om te bedelen, om vrij te zijn, bevoogd te worden, krom te lopen van de angst, de pijn. Om het allerlaatst, het allerkleinste plaatsje in te nemen, niet opziend, hopend niet gezien te worden. Antwoorden als het moet, met een heel zachte stem. Zelfs door vernederingen nog te veel geëerd, te zeer aanwezig en 's avonds in het park in de verwarde mist, met tenen in de schoenen opgetrokken, voeten naar elkaar gekeerd te wachten. Er verandert niets. Geen hulp kan komen. Buiten het bereik van de zo moederlijke bomen, te wachten tot de vreselijke vogel binnenin de schaal verbreekt en uitkomt. En dan twee te zijn. De vreselijke vogel, de lege schaal, zonder verband, alleen een samengaan. Dan leeg. Onwezenlijk, maar zeer behoeftig iedereen die maar een vinger uitsteekt vast te pakken, te omhelzen tot op het bot glimlachend, springend van wanhoop tot wanhoop als Elisa op de Schotse. Zelfs Jezus niet, die door zijn vader was verlaten, God, aan het kruis en zo bescheiden klaagde toen hij hing, heeft deze eenzaamheid gekend, deze verbijstering. Het gaat toch best wel, denk ik, over haar. Ja, of toch iets van haar praktijk als psychiater natuurlijk. Wat ze dan verwerkt in de gedichten dus. De auteur is niet dood. De auteur dus leeft, ja. Ja. Dankjewel. Simone, het eerste woord van vanavond was voor jou. Het laatste woord is ook voor jou. Ik zal eens even kijken of er nog... want er is al... Ik heb het idee dat er... Dat er niet veel uit de tweede bundel is voorgelezen, klopt dat? Ben ik nu, maak ik toen, doe ik nu een aanname? Ja, hè? Ja, wat ik ook echt een hele mooie. Dus ik zit even te kijken of ik daar nog iets van. Ja, ik heb daar. Wat zit ik hier? Wachten in de ochtend. Ik zat te wachten in een groot en leeg café in bont gedoken, rillend in mijn eigen vuur. En alle bleke kelners wachten mee. Zij spraken weinig met gedempte stem. Ze wacht op hem, ze wacht op hem, op hem. Er was geen klok, geen tijd, alleen maar duur. De rode bomen brandden in het park omhoog en het geblaarte rilde in hun naakte brand. Ik zag het. En ik zag een vreemde hand voor mij op tafel, mager. En die soms bewoog op het rode kleed, de voorhang van een tabernakel. Toen was ik niets meer dan maar één tentakel die blindlings strekte. Één blind oog voorop en één doof oor. Één sprakeloze open mond, gestrekt en zoekend tussen duizend mensen en afgeleid door geen. Één dringend wensen. Totdat hij enkel maar die ene vond die het oog kon zien, het oor kon horen en die de mond had uitverkoren en die de roep daaruit verstond. Tot hij daar was, tot hij daar stond en ik, nog ganselijk verloren, hem nauw kon zien, hem nauw kon horen. Nou, dit vind ik wel echt een heel mooi gedicht. En ik vond, wat ik vooral mooi vond, was de... dat zij op een gegeven moment dat verlangen of zo ook ziet als één tentakel die blindlings strekt. Wat dan weer ook iets viezigs heeft of zo. Een tentakel is een heel onaangename ledemaat van ja, een onderzeedier bijvoorbeeld. Maar het is precies wel de beweging die je je voor kan stellen die daarbij hoort. Dus dat vond ik echt heel mooi gevonden. Ik ben een animaal, hè? Ja, animaal inderdaad, ja. Ja. Eindelijk komt, ja. Dat ze bijna niet kan zien en niet kan horen, alleen maar instinct. Ja, het is blind of zo. Ja, ja. Ja, exact, ja. Ja, ik vind dat ook een van die liefdesgedichten geweldig. Ja, absoluut. Heel mooi. Ja, en daarin ook dus weer heel
heel schaamteloos, dus op een goede manier. En ja, ik denk dat iedereen dat wel kent, toch? Die, precies wat je zegt, dat animale, dat bijna blinde, bijna eigenlijk stompzinnige ook. Ja, exact. Nou, dat was hem. Dank jullie wel, dank jullie wel. Jullie merken, het gesprek kan nog uren doorgaan, maar we moeten er toch helaas een einde aan breien. We komen aan het einde van het officiële deel van ons programma voor vandaag. Voor jullie naar de jassen grijpen, nog een paar mededelingen. Ten eerste, hartelijk dank aan al onze sprekers voor al jullie tijd. Jullie tijd, voor jullie inzicht, voor jullie inzet. Daarnaast ook jullie onschuldig publiek voor het zelf voorlezen, het spannen van draden. En laten zien dat de auteur inderdaad niet dood is. Ook jullie bedankt. En als laatste dank aan Spui 25, dat we hier zijn voor de techniek. En ook aan Aafje voor de organisatie. Dit smaakt wel naar meer, volgens mij. Over de volgende keer gesproken, dat ziet u al achter mij. Wij zijn hier terug op 6 februari. Dan gaat het over Bea Vianen. Houd de website van Spui 25, de nieuwsbrief in de gaten voor sprekers en alles wat daar voor dat programma. En dan dus later nog dit jaar Helga Rupsamen en Duska Meijzing. Nu is dus ook jullie kans om de zakken goed te vullen bij Atheneum achterin. Helaas, Maaike's boek ligt niet, dat moet hij even dus via e-book doen. Heeft u nou de rest van de boeken al die daar ligt, dan zeg ik, het is binnenkort en Sinterklaas en Kerst. En je kunt natuurlijk nooit vroeg genoeg cadeautjes hebben. Dus Jetske, jij mag hopelijk aan de slag zometeen. Als laatste, op naar de borrel. Dank jullie wel. Ja.